Het is 10 mei 1940. Het is vroeg in de ochtend. De Duitse invasie is begonnen. Alle bruggen in de omgeving van het Gronings Nieuwolde worden opgeblazen door de Nederlandse verdedigers. Alle bruggen, behalve deze. Ik sta hier op de cruciale brug in Nieuwolde. 3 uur geleden was hier het eerste vuurgevecht tussen de Nederlandse militairen en de Duitsers. 37 Nederlandse militairen die hier gelegerd waren, wisten dat ze de invasie niet konden stoppen. En toch zijn ze het gevecht aangegaan. Waarom? Ik ben reservist binnen het Korps Nationale Reserve, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. In aanloop naar de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd. Ruim 300.000 dienstplichten werden opgeroepen. Ook soldaten van de Nationale Reserve, wat toen de Vrijwillige Landstroep heette, werden opgeroepen. En voor zover wij weten, waren hier in Nieuwolde geen reservisten geplaatst, maar alleen gemobiliseerde dienstplichten. De Duitsers waren van plan om in 1 dag Friesland, Groningen en de rest van Nederland af te sluiten. Om vervolgens door te stoten naar de Afsluitdijk en Amsterdam. En dat zou voor Nederland betekenen de eind van de oorlog. Nederland had in aanloop van de Tweede Wereldoorlog al snel in de gaten dat de Duitse aanval niet in Groningen gestopt kon worden. En daarom hadden ze in Groningen en in Drenthe de O- en de Q-lijn opgezet. De O-lijn was aan de grens van Duitsland en had als doel Nederland te waarschuwen bij een aanval van Duitsland. De Q-lijn, waar ik nu sta, had als doel het vertragen van de Duitse opmars, waardoor de verdediging bij de Afsluitdijk meer tijd krijgt om zich voor te bereiden en de Duitsers definitief te stoppen. Daarom waren 37 Nederlanders bij deze brug in Nieuwolde gelegerd. Alle bruggen in de omgeving moesten zo snel mogelijk na de invasie opgeblazen worden. Deze brug bij Nieuwolde moest juist zo lang mogelijk in gebruik blijven, zodat Nederlandse soldaten vanaf de grens zich hierover konden terugtrekken. Ik sta hier aan de Nederlandse zijde. Dat was de Duitse zijde, want de Duitsers kwamen daar vandaan. Ik sta aan de Nederlandse zijde. En we hadden hier 2 kazematten geplaatst. 1 aan die kant, de linker kazemat. En 1 aan die zijde, de rechter kazemat. De afstand van de brug tot het bunker is niet helemaal duidelijk, want in verslagen lezen we 70 meter, maar op de kaart zien we dat ze 200 meter zijn verwijderd van de brug. Wel is bekend dat 600 meter hierachter, bij het oude station, de mortieren waren geplaatst. En de brug die hier toen stond, was voorzien van explosieven. De militairen die hier waren gelegerd, waren rond de 30 jaar. De meesten hadden al een gezin. En ze zaten al een poos in Nieuwolde, namelijk vanaf januari. De kazematen waren gebouwd, de loopgraven en de stellingen eromheen moesten ze zelf doen en verbeteren. En vermoedelijk hebben ze zichzelf ook getraind. Maar dat is niet duidelijk. En dan hoor je in de verte explosies, geweerschoten. Jij denkt, wij zijn neutraal. Maar nee, we zijn niet neutraal. En de mobilisatie was natuurlijk ook niet voor niets. En dan besef je dat er een Duitse oorlogsmachine aankomt van 12.000 man. En daar sta je dan met je wapen, ongetraind, je kijkt naar je buddies, om je heen, wat moet je? En dan wordt er ook nog op je geschoten. En daar pakken we de gebeurtenis van 10 mei 1940 op. De eerste contact met de Duitsers en de Nederlanders was in de buurt van de brug. Bij deze brug stonden 2 wachtposten opgesteld. Ze hadden een lijntje, een verbindinglijn met het hotel Bos. Die was hier ongeveer op een aantal meters, tientallen meters verwijderd van de brug. Dat was tevens de commandopost, oftewel CP. Precies om 8:30 zagen de wachtposten Duitsers.
De Vaandrigt had overleg met Alting omdat het onduidelijk was wat ze moesten doen. En ze besloten om de brug zo snel mogelijk te laten springen. Alting ging terug naar Kazemaat aan de linkerkant en de Vaandrigt gaf het bevel. Maar hij kreeg geen gehoor vanaf de brug. De brug was verlaten, de wachtposten waren weg. Ik lees voor uit mijn herziene verklaring van 1950. Ik ben toen naar de brug gegaan, lopende. Ik heb mijn mes gepakt, het vuurkoord opengesneden, aangestoken en toen was het gebeurd. Nadat de brug was opgeblazen, kwam de Nederlandse mortier in actie. Deze stond die kant op 600 meter bij het station. Ook Kazemaat 1 en 2 openden het vuur. De mitrailleurs begonnen te ratelen op de Duitsers. Ze wisten dat ze de Duitsers niet tegen konden houden. Maar wel dat ze moesten vertragen. Met gevaar voor eigen leven. Kazemaat links had geen leider. Sergeant Alting was nog steeds onderweg naar zijn kazemaat. Inmiddels was de sergeant Haan, commandant van kazemaat rechts, bij de Vaandrigt aangekomen. Om te weten, wat is de locatie van de Duitsers? Wat is de situatie? Want zijn lijn, zijn telefoonlijn, was op een of andere manier kapot. Wat bleek, rechterzijde hadden de Duitsers al een oversteekpoging gedaan. Daarbij hadden de Nederlanders kunnen weerstaan en hebben daarbij 6 Duitsers neergeschoten. Was de constante dreiging hoog. Het werd gevuurd van de Duitse kant en van de Nederlandse zijde. Niet alleen uit de kazemaat, maar ook van de militairen die eromheen stonden. Kazemaat links was inmiddels het zwijgen opgelegd. Toen ze bijna bij de kazemaat waren, zagen ze Alting liggen. Hij was zwaar gewond, hij had een hoofdwond. En op dat moment dat ze bijna bij hem waren, zagen ze een patrouille van de Duitsers voorbij komen. Ze hebben een wapen aan de kant gelegd, zodat ze niks gingen forceren. En de Duitsers hebben ze met rust gelaten. Een wonder. Inmiddels waren de mortieren ook stil. Wat bleek, ze waren op eigen initiatief, hadden ze zich teruggetrokken. De Haan wilde op dat moment teruggaan naar zijn eigen kazemaat, maar zag dat deze overmeesterd was. Daarbij was de soldaat Westerhof gesneuveld en de rest was krijgsgevangen genomen. Als we nu terugkijken, kunnen we een paar dingen zeggen over wat er hier in Nieuwolda gebeurd is. Het doel van de soldaten hier was het vertragen van de Duitse opmars. Waardoor de stelling bij Kornwerderzand op de afsluitdijk meer tijd kreeg om de Duitsers te stoppen. Het vertragen van de opmars van de Duitsers is gelukt. Maar tegen welke prijs? 1 Nederlandse militair gedood. 1 zwaar gewond afgevoerd. En 6 Duitsers gedood. Een hoge prijs. Ja, voor een paar uur vertragen. Maar mede hierdoor waren de Duitsers bij Kornwerderzand door de Nederlanders daar tot stoppen gebracht. En dat was uiteindelijk het doel van de Kulijn. Om het verhaal af te maken, de Nederlandse militairen die hier zaten, hebben zich teruggetrokken verderop in een plaatsje Wagenborgen om daar een kruispunt te verdedigen. Niet veel later hebben ze zich teruggetrokken naar de stad Groningen.